Mijn naam is Petra van der Spek, consultant onderwijs in ICT bij ITWorks. In deze video neem ik je mee hoe je vanuit je Outlook-agenda een Teams-vergadering ofwel een les op afstand kan gaan plannen met jouw leerlingen. Ga in jouw agenda naar de betreffende tijd waar je het lesmoment hebt, stel 9:15. En jouw lessen zijn 3 kwartier, dan selecteer je op deze manier 3 kwartier. Ik klik op Enter. Dan kan ik zeggen, bijvoorbeeld biologie, 30 maart 2020. Dit is zodat de leerlingen ook kunnen zien wanneer ze wat hebben. Nu staat hij erin, maar ik wil er een Teams vergadering van wil maken, want ik wil dat ze automatisch ook de video kunnen bekijken. Ik klik hem open. Op dat moment heb ik hierboven een aantal opties, onder andere Teams vergadering. Die maak ik aan. Dan zie je direct al hier de koppeling staan. Ik kan hem eventueel verzenden. Waarschijnlijk dat hij dan zegt dat kan niet. Een collega moet je, of je moet iemand toevoegen, dus vul desnoods één collega in waar je mee samenwerkt, zodat hij ook weet. Ik vul ook de naam van mijn collega in. Dan zet ik op verzenden. Ik hoef er verder niks bij te zetten. Dan kan ik hem openen en dan kan ik ook zelfs, nu staat hij in de Outlook agenda, maar stel je wil hem hier vandaan in de Elo met de leerlingen delen, dan kan dat, want je ziet dat als ik erop ga staan, dat er een koppeling aan zit. Dus als ik met de rechtermuis klik en de hyperlink kopiëren zeg, en nu naar de Elo zou gaan en daarin de les en dan bij huiswerk de link zou plaatsen, dan kunnen de leerlingen deze altijd terugvinden. Is dit een handige tip en wil je nog meer tips hebben om hoe jij makkelijk kan leren op afstand met jouw leerlingen? Kijk de andere video's en voor hulp bel of mail ons gerust.